Goedemiddag, het is 12 uur hier op de redactie van RTV Noord, maar ook bij jullie thuis. Ik hoop dat jullie allemaal inschakelen hier via de Facebookpagina van RTV Noord. Want wij gaan het over fitheid hebben. He, door de coronacrisis en alle maatregelen die daarbij horen, ja, werkt iedereen, of werken heel veel mensen in ieder geval, verplicht thuis, gaan er toch minder vaak op uit. Ja, en dan is het toch zaak om toch je beweging te blijven houden en fit te blijven. Vandaar dat ik daar met een specialist over ga praten, want je kunt het wel zien. Ik ben niet een specialist in het fit blijven, maar dat is Erika Broekema is dat wel. Erika, fitheidsexpert noem ik jou maar. Goed dat je er bent. Jij bent de hele tijd bij ons tijdens deze uitzending. En ook mensen die nu via Facebook zitten te kijken, kunnen live meepraten, kunnen hun vragen stellen aan jou. Laat gewoon jouw reactie, jouw vraag achter hier onder de stream eigenlijk. Hè? In de reactieschermen kun je je vraag stellen. En dan pas ik hem weer door aan Erika. Erika, bekend van de Fit Challenge, heb jij opgezet. Kun jij uitleggen wat dat is? Ja, dankjewel voor je uitnodiging. Ik ben ongeveer 3 weken geleden samen met Menke van Leef Fit begonnen om mensen te stimuleren te blijven bewegen. Nou, naast het bewegen is natuurlijk goed slapen en gezond eten ook een heel belangrijk item. En via de website die je net even in beeld zag, via Strava, delen we ons eigenlijk onze kennis en inspiratie over dus inderdaad gezond leven. Maar ook inspirerende blogs van onder andere bekende Noordelingen. Zoals onder andere Martin Drent en Jason Dorisso hebben inmiddels een bijdrage geleverd. Onze eigen Martin Drent. Jullie eigen Martin Drent, ja. Ja, ik heb wel eens contact met hem natuurlijk. En dan zegt hij, nou, ik heb net weer 8 kilometer hard gelopen. Maar ik geloof hem daar nooit zo in. Maar het is dus echt waar. Het is echt waar. Inmiddels is hij ook lid van de challenge. Dus we kunnen hem allemaal volgen op de app. Ja. En ja, eigenlijk loopt hij iedere keer hetzelfde rondje. En het is altijd 7,7 kilometer. Maar hij is een stugge volhouder. En in deze tijd loopt hij eigenlijk nog wel wat vaker dan eerder. Eerder liep hij ongeveer 2 keer per week. En gaf hij onder andere nog training aan de VP Gomos. En nou, in deze tijd heeft hij wat extra tijd over. Dus loopt hij 3-4 keer per week hetzelfde rondje. Ja, nou, als hij dat volgende keer zegt, dan zal ik hem wel geloven. Dan kunnen we het er ook even over hebben. Ik heb de site nu ook voor staan. Wat zie ik hier? Want ik zie hier echt heel veel namen staan. Met allerlei tijden daarachter. 100 namen zie ik hier staan. Wat houdt dit allemaal precies in? Ja, klopt. Er zit een ranking eigenlijk in. Maar die ranking vinden wij absoluut niet belangrijk. Want wij gaan echt voor bewegen. Dus het doel is om minimaal 30 minuten te bewegen. Alleen ja, je hebt mensen die gewoon netjes die 30 minuten bewegen. En die wij daardoor ook triggeren om dat te doen. Maar je hebt natuurlijk ook de bloedfanatiekelingen. En nou ja, die trainen wel meer dan 10 uur in de week. Ja. Of die soms nog thuis werken, dat weten we uiteraard niet. Maar goed, iedereen kan gratis aansluiten. Dus ja, je hebt mensen die gewoon iedere dag 30 minuten bewegen. En je hebt mensen die bij wijze van 3 uur per dag gaan fietsen of iets anders gaan doen. 1000 leden al, hè? Dus dit moet echt een community worden. En het liefst zie je dat de hele provincie hier aan meedoet. Ja, we zijn eigenlijk heel klein begonnen, want we dachten van, zullen we dat alleen voor het werk doen? Maar binnen eigenlijk 24 uur hadden wij al in de gaten van, dit zou wel heel mooi zijn als we eigenlijk een beetje Nederland in beweging krijgen. Nou, nu komen wij natuurlijk uit de provincie Groningen en vinden we Groningen natuurlijk voorop staan. Ja, en we zien ook gewoon dat eigenlijk heel veel mensen uit de provincie aangesloten zijn, maar ook wel daarbuiten. Ja, nou is het zo dat we zitten in een hele rare tijd nu vanwege de coronamaatregelen. Veel mensen moeten thuis werken, zijn minder op pad dan ze normaal zouden doen. Omdat het ook gewoon het menselijk contact moet zoveel mogelijk vermeden worden of gebeurt op een andere manier. Toen dacht jij van hier zie ik wel wat in, hier kan ik wel wat mee. Ja, omdat deze tijd eigenlijk best wel wat vraagt van je verandervermogen. Want sportscholen zijn natuurlijk dicht. Je kunt niet terecht bij je sportverenigingen. Dus ja, dan hoe ga je dan elkaar stimuleren om toch te blijven bewegen? En het is natuurlijk best wel verraderlijk als je... Nou ja, iedereen heeft bewijs van inmiddels wel een gevulde voorraadkast. En anders, we hebben genoeg gehamsterd bewijzen van. Ja. Dus ja, dat is wel heel verraderlijk van als jij even een dipje of zo hebt om even iets uit de... voorraadkast te pakken. En ja, meestal is dat iets waar veel suikers in zitten. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk heel lekker. En op dat moment, alleen zorgt dat later natuurlijk wel voor een dipje.
En ja, daarom vinden wij het ook gewoon belangrijk om een stukje voedingsadvies mee te geven. Dus dat je beter iets extra groente en fruit tussendoor kan gaan eten dan ja, iets waar heel veel suikers in zit. We hebben nu ook een polletje geplaatst bij de stream. Af en toe zullen we dat tijdens deze uitzending doen met een vraag erin. Nou, de eerste poll was ik sport nu meer. Ik sport nu was de stelling en dan kun je hem zelf aanvullen. Meer zegt 12%. Ik sport minder zegt 28%. Ik sport evenveel zegt 29%. En daar komt hij. Ik sport überhaupt niet 34%. Ja, dat heb je dan natuurlijk ook altijd. Mensen die niet sporten, om wat voor reden natuurlijk ook. Hè? Want het heeft vaak niet eens met geen zin te maken. Maar soms is het ook gewoon lichamelijke een beperking om te kunnen sporten. Voor de mensen die wel kunnen sporten, maar het nog niet doen. Is dit dan de uitgelezen periode om daar toch mee te beginnen? Ja, eigenlijk wel, want je stimuleert elkaar wel. Uiteraard moet je wel rekening houden met de mensen die dat echt qua gezondheid niet kunnen. Nee. Maar wellicht kun je, ook al kun je geen 30 minuten per dag wandelen, misschien kun je wel gewoon een klein blokje doen. Ik heb toevallig een achterbuurman, die is herstellende van een TIA. En die loopt wel gewoon elke dag 800 meter. Daar doet hij wel heel lang over, maar hij probeert het wel. Dus ook dat is een stukje stimulans. Ja, en je kunt het is ook. Martin Rent loopt dan 8 kilometer. Maar voor die man is 800 meter misschien wel net zo'n prestatie als dat Martin dan 8 kilometer loopt. Hè? Ja, zeker weten. Nee. Ik heb gezegd, je kunt reageren tijdens de hele uitzending via de Facebookpagina onder de stream. Laat je reactie of je vraag natuurlijk voor Erika achter. We hebben sowieso al gevraagd, hoe blijf je eigenlijk fit? Nou, Gerard Zomer reageerde direct. Die zegt, ik heb thuis gewoon mijn eigen fitnessruimte. Nou, hij stuurde daar ook nog even een foto bij, die kun je hier zien. Hartstikke goed, Gerard. Nou, als je dit zo ziet, Erika, dit ziet er eigenlijk uit als een professionele sportschool, hè? Ja, bijna wel. Hij heeft goed ingekocht en hij is lekker in beweging. Ja, Gerard is goed bezig. Zit dat trouwens dan ook niet, want ik denk zoals Gerard het hier heeft opgesteld, nou, dat ziet er aardig goed uit. Hij zal dus ook wel precies weten hoe hij die machines gebruikt en hoeveel hij dat moet doen, maar... Zit er ook weer een gevaar in? Mensen die dan zo'n home trainer neerzetten, maar eigenlijk niet precies weten hoe ze moeten gebruiken, hoe ze erop moeten zitten? Ja, misschien wel. Vooral, ik denk dat het met die apparaten op zich wel meevalt. Want ja, fietsen en dat bewegen, ik denk dat je dat anders ook nog wel via internet een leuk filmpje kunt zien. Maar ja, met gewichten trainen, ja, dat kan natuurlijk wel zo zijn dat als jij je lichaam daarvoor niet goed gebruikt, in ieder geval verkeerde houding hebt, dat je uiteraard wel blessures kunt krijgen. Ja, en op dit moment kun je dus niet bij je fysiotherapeut terecht. Dus daar moet je wel een beetje voor oppassen. Ja, Henk van den Berg die zegt, door mijn werk, hij werkt bij een apotheek, hebben wij het drukker met bezorgen. Trap op, trap af. Dus 's avonds geen puf meer voor sport. Ja, dan is dat eigenlijk ook niet meer nodig, hè? Als je voor je werk al zoveel beweegt. Nee, hij heeft het al veel drukker dan voorheen. Dus dan is het ook logisch dat hij dat kost al meer energie, trap op en trap af. Maar ja, traplopen is eigenlijk wel een hele goede beweging al. Dat is een hele goede training voor je benen en voor je conditie. Dus ik denk dat Henk van den Berg in ieder geval goed is, goed met zijn bewegingsmomenten bezig is. En dat hij gewoon lekker zo door moet gaan. Ja, want als je dus thuis, je mag niet werken omdat je geen vitaal beroep hebt. Of er is nu gewoon geen werk voor jou. Is dat dan inderdaad thuis gewoon een kwestie van trap op, trap af? Nou, ook daar, dat zal ik ook niet helemaal aanbevelen om dat te gaan doen. Want straks valt er nog een keer iemand van de trap af. Dus ook dat moet je misschien een beetje in acht houden. Maar uiteraard loop je, normaal gesproken, je bent al wat meer in huis. Dus er moet vast wel een keer... moet je een keer naar boven of een keer extra naar boven. Dus eigenlijk krijg je daardoor wel wat extra meer beweging. Maar ik zou de risico's niet helemaal op gaan zoeken. Dus niet kinderen stimuleren van, nou, ren vandaag maar even 10 keer de trap op weer af. Nee. Zijn er meer dingen die je wel binnen, voordat we straks bij het buitensporten en buiten bewegen belanden hoor. Maar zijn er meer dingen die je binnen kunt doen? Wat zijn jouw tips daarin? Ja, je zou, wat wij ook wel aan oefeningen en fittips zeg maar in de ochtend geven, is dat je bijvoorbeeld kunt gaan squatten. Dat kan ook bijvoorbeeld met een stoel. Nou, je kunt bijvoorbeeld gaan touwtjes springen. Ja, dat kan binnen, maar ik zou het in ieder geval buiten gaan doen. Ja. Nou, daarnaast kun je natuurlijk je eigen lichaamsgewicht gebruiken. Dat kun je doen door middel van planking. Ja, en het leuke is ook, we hebben in ieder geval inmiddels al 3 tips gehad van Stefan Tapilatu uit Hoogkerk. Nou, ook wel een
een bekende sporter. Ja, die sporter. Heeft een box, ook een boksschool volgens mij. Ja, klopt. Die geeft kickboxles. En nou, die ondersteunt ons ook door af en toe een oefening mee te geven. En daar heeft hij ook wat leuke oefeningen met een trapbeweging, met squatten. Een squatten met een stoel. Dus eigenlijk gewoon dan ga je squatten naar beneden en dan ga je net even met je kont, zeg maar, of met je bips, ga je nog even de stoel aanraken en dan ga je weer omhoog. Nou, en dan geven wij aan van, nou, doe dat 3 keer 12 setjes, zeg maar, of 12 stuks. Nou, dan heb je voor die dag ook gewoon een leuke krachtbeweging gehad. Want squatten is een soort hurkbeweging, hè? Dat je naar beneden gaat volgens mij, hè? Ja, klopt. Ja, dit soort oefeningen, sommige mensen die vinden het misschien lastig van, ja, wat is dan de houding die ik met mijn lichaam moet houden? Ik neem aan, op YouTube is genoeg te vinden daarover, hè? Nou, Stefan heeft voor ons foto's gemaakt. Dus dan hebben we gewoon 3 foto's op een rijtje staan en zo kun je precies zien hoe je die oefening moet gaan doen. Ja, en moeten zij dan, mensen die foto's dan willen zien, waar moeten zij dan zoeken? Ja, je kunt, wil je graag meedoen en wil je dus ook echt een beeld hebben van hoe onze challenge werkt, dan kun je op Strava een eigen account aanmaken en dan kun je lid worden van onze groep. Dus de Fit Challenge 30 samen tegen corona. Mm-hmm. Nou, daar zie je ook alle andere sporters. Dus het is echt het samen doen en het stimuleren van elkaar. En daarnaast kun je dus ook, dan zie je wat iedereen doet, maar elke ochtend krijg je een fit tip. Dus dat... Dat kan iets zijn in verband met een beweging. Dat kan een voedingstip zijn. En in de middag krijg je een inspirerende blog. En nou, dat kan dus iemand zijn uit een vitaal beroep. Een sporter uit onze challenge. Zodat je ook zelf wordt gestimuleerd om mee te doen, zeg maar. Ja, klopt. Want je krijgt ook een soort belletje in je app, zeg maar. Dat je een bericht binnenkrijgt en dan kun je die berichten lezen. Nou, en we vragen soms ook wel even om een reactie. Zodat we ook wat meer beweging hebben in de challenge. Maar het is echt het samen doen en het samen bewegen. Ja. En ook gewoon belangrijke tips geven over slapen, gezonde recepten, bewegingsoefeningen, et cetera. Ja. Nou hoef ik bij mijn opa, die wel houdt van bewegen, die wandelt bijvoorbeeld veel, maar hoef ik niet aan te komen met Strava. Laat staan, hij heeft niet eens een smartphone volgens mij. Wat heb je voor mensen die niet zo digitaal helemaal bezig zijn? Kun je die ook helpen? Ja, als ze graag ook gestimuleerd willen worden, willen wij Menke van Leef Fit en ik dus, willen we samen best wel wat voor deze mensen doen. Dus als bijvoorbeeld of een school of een zorginstelling zegt van ja, wil je ons alsjeblieft helpen, dan zijn we uiteraard bereid dit ook verder te doen. En in eerste instantie hebben we dit gewoon opgericht om digitaal te kijken wat brengt het, wat levert het ons. Maar als je dan in 3 weken tijd in ieder geval al meer dan 1000 deelnemers hebt, ja, dan denk ik dat het online op dit moment een heel mooie... een heel mooi platform, zeg maar, is. Maar ja, willen anderen iets? Want wij hebben ook laatst een aantal fitheidsspelletjes, zeg maar, online gezet voor gehele gezinnen. Nou, dan gaan ze dus met een dobbelsteen, die gebruiken ze dan. En dan heb je een soort ganzenbord. Nou, die was ook heel erg in trek. Inmiddels waren er ook 25 mensen die dat graag op de mail wouden zien, zodat ze hem konden printen. Nou, en daar houden, ja... Zo stimuleren we mensen, zeg maar, ook. En ook scholen hebben al gevraagd van, ja, mogen we dat delen? Nou, uiteraard mag dat. Ja, ik zit nog even. Het is gratis, dus iedereen mag meedoen. En wil iemand nog een tip of voor een zorginstelling of een school, dan zijn we bereid al er in ieder geval mee te denken. Nou, dat is goed om te weten. Erika Broekema, als je haar googelt, dan kom je vanzelf wel op de contactgegevens. Ik zit dan even door de reacties hier te scrollen, want er wordt aardig gereageerd. Gewoon onder de stream kun je je reacties of je vragen voor Erika kun je achterlaten. En hier zijn toch wel wat mensen die zeggen, bijvoorbeeld Jannie Mulder, fietsen op de home trainer. Hanny Heidema zegt, ik fiets iedere dag 12 tot 14 kilometer. Hartstikke goed. Altijd al, terwijl Hanny hartpatiënt is van 73 jaar oud of jong, kunnen we eigenlijk ook wel zeggen. Ook Marianne, lekker elke dag een eind fietsen met 2 zonnetjes erbij, stuurt ze. Ja, fietsen is dan toch wel, denk ik, het makkelijkste om op te pakken qua beweging? Of zijn er nog andere dingen die ook heel laagdrempelig zijn? Ja, ik denk dat fietsen en wandelen, dat is eigenlijk wel het meest laagdrempelig. Omdat we toch thuiswerken, is het ook belangrijk om vooral ook tussen de middag bijvoorbeeld even een half uurtje eruit te gaan. Maar let uiteraard wel altijd op de richtlijnen van de RIVM. Dus altijd die 1,5 meter afstand, het liefst nog meer. En dat je uiteraard alleen met 1 iemand op pad gaat en niet met meerdere mensen. Nee. Wat doe jij zelf eigenlijk het liefst? Nou ja,
eigenlijk voor mij is er niet heel erg veel veranderd. Uiteraard kan ik niet bij mijn sportclub terecht. Maar ik probeer tussen de middag in ieder geval even eruit te gaan. Dus even te wandelen. En aan het einde van de dag probeer ik nog even een stukje te gaan hardlopen. Meestal in de onlanden of toch nog even een rondje te fietsen. Ja. Maar ook al, je moet er ook rekening mee houden dat ook al train je en zo. Je moet wel gedoseerd blijven trainen. Dus niet te intensief. Want dat wordt ook absoluut niet aanbevolen door de sportartsen. Van onder andere het Martini ziekenhuis. Die ons ook met deze challenge helpen. Dus zij geven ook aan van, ga wel trainen. Maar doe het gedoseerd. Dus ga niet met een hoge hartslag trainen. En zorg er ook altijd voor dat je in ieder geval goed herstelt van je training. Ondanks dat het gewoon een lage hartslag is. En zorg in de eerste paar uur na je training ook voor een goede hygiëne. En gepaste afstand met anderen. Dus trainen en bewegen, dat stimuleren we uiteraard. Maar wel echt onder de regels van de RIVM. Ja, nog een reactie. Wilma Klein. Veel seksen, zegt ze. Daarna, seks is natuurlijk ook beweging. Daarna, zegt ze, komt er een iets serieuzere reactie van diezelfde Wilma. Gisteren 20 kilometer geskielerd om de pool heen. Dat is ook rustig qua mensen, dus goed te doen. Ben dan benieuwd welke pool dat dan is. Wilma, misschien kun je nog even laten weten waar je woont en waar je dat doet. Skieleren is natuurlijk ook wel iets. Wilma is nu de eerste die dat zegt. Is dat ook een gezonde en veilige manier om fit te blijven? Ja, als je altijd al skielert, denk ik dat dat geen probleem is. En aangezien zij 20 kilometer skielert, dan is ze volgens mij wel wat gewend en is ze wel goed getraind. Maar begin je hiermee, pas hier dan ook mee op. Want we zitten natuurlijk niet op te wachten dat je valt en dat je uiteindelijk naar het ziekenhuis moet. Want in het ziekenhuis, die mensen moeten we niet verder belasten. Nee, want dat wel druk genoeg. Dat is inderdaad ook wel het sporten aan zich is natuurlijk, dat is het beste wat er is. Alleen, je moet ook de andere kant bekijken. Bij sporten loop je ook kans gewoon op blessures. Dat is niet anders. Hoe probeer jij daar een balans in te vinden om mensen aan te zetten tot beweging, maar ze wel tegen te houden van doe niet te veel? Ja, wij hebben al een paar keer een blog gehad van Mirjam Steunenbrink van het Martini ziekenhuis. En ook van cardioloog Jan Posma. En die geven ook uiteraard in hun stukken steeds aan van let er wel op dat als je normaal gesproken ook niet superveel beweegt, beweeg wel gewoon, maar pak het laagdrempelig op. Dus ga gewoon echt wandelen of gewoon pak je gewoon een fiets. En kijk uiteraard wel gewoon goed uit. Ja. Nogmaals, jullie kunnen allemaal je reactie achterlaten hier onder de stream in het reactieveld. Heel veel mensen die delen al hun eigen ervaringen, hoe zij nu thuis bewegen, nu ze meer thuis zitten. Maar als jij een specifieke vraag hebt voor Erika Broekema, we noemen haar fitheidsexpert, dan kun je die hier gewoon stellen en dan geef ik hem door aan Erika. Dan kan ze er direct antwoord op geven. Dus als je een vraag hebt over wat kan ik thuis doen of wat kan ik buiten het beste doen voor mijn situatie, stel de vraag dan nogmaals hier gewoon en dan geven we hem direct door aan Erika. Erika, je hebt natuurlijk thuis heb je een trap. Je noemde net al een stoel. Daar kun je best wel wat mee doen. Kun je gebruiken als attribuut om te bewegen. Zijn er nou nog meer huistuin- en keukenspullen die je gewoon prima als attribuut kunt gebruiken? Ja, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Want uiteraard kun je naast, niet iedereen heeft gelijk gewicht in een huis of je gaat het niet gelijk bestellen. Maar je zou bijvoorbeeld ook flesjes water kunnen gebruiken. Of doe iets geks, pak een pan bijvoorbeeld. Dus je kunt eigenlijk van allerlei dingen wel gebruiken om toch nog jouw oefeningen te blijven doen. En toch wat gewicht in handen te hebben. Dus wees creatief en gebruik je materiaal wat je in huis hebt. Dus je hoeft niet altijd gelijk gewichten daarvoor aan te schaffen. Nee, ik zit nu te denken aan een goede buis en dan aan beide kanten gevulde boodschappentassen. Wordt dat dan weer te gevaarlijk? Ja, dat zou kunnen, maar dan moet je denk ik wel heel handig zijn. Ik weet niet wat je in die tas wil stoppen. Nou ja, misschien net boodschappen gedaan, wasmiddel, gehamsterd. Wat natuurlijk niet mag, maar je moet een beetje creatief zijn, wil je eigenlijk maar zeggen. Maar er is genoeg om te kunnen gebruiken. Ja, er is genoeg om toch nog even, want stel je tilt je boodschappentas toch even 10 kilo omhoog en je doet hem net even richting je hoofd, zeg maar. Of je zet hem nog boven je hoofd en je doet hem weer terug. En je doet dat 10 tot 15 keer, heb je natuurlijk ook al een goede beweging. Ja, en ook daar word je dan wel sterker van. Van de wc-rollen heb je andere oefeningen. Die kun je uiteraard, heeft iedereen die misschien al wel gezien via internet. Dat je ook squats kunt doen en dan zet je een stapeltje wc-rollen voor je neer. En dan zet je ze van links weer naar rechts. Oh, oké.
Ja, ik zag ook allemaal mensen trouwens hoog houden met wc-rollen. Maar dat was echt aan het begin van de coronatijd. Maar je kunt ze dus ook tijdens het squatten heen en weer bewegen en neerzetten. Ja, klopt. Ja. En dan ben je ook al goed bezig, want dat is best wel een zware oefening hoor. Het lijkt misschien heel licht, maar het is best lastig om tijdens je planking ook nog dat heen en weer te zetten. Hmm. Nog even wat reacties doornemen. Ricardo Kuizenga, is een bierfiets ook goed? Ja, nou ja, fietsen is fietsen natuurlijk. Alleen dat bier erbij... Ja. Nou ja, is iets minder misschien, maar ja, af en toe moeten we ook een beetje ontspanning hebben. En natuurlijk zitten wij ook wel op de voeding en voedingstips te geven. Maar af en toe mag je je best ook zelf een keertje belonen. Dus een bierfiets is goed. Maar misschien kun je met dat kratje in je hand ook nog wat leuke krachtoefeningen doen. Ja, Ricardo, doe er je voordeel mee. Lilian Oosterbaan reageert. Lang leven het hebben van paarden en werken op een veehouderij. Hashtag hooibaaltjes opdrukken. Ja, dat is ook weer zoiets. Die heeft eigenlijk alle attributen al in huis, hè? Ja, en als je hooibaaltjes opdrukt, ik denk dat ze dan wel kracht in haar armen heeft. Want zo licht is het niet. Hè. Nee. Dat is ook een leuke tip, denk ik. Hè. Ja, als je dus inderdaad die hooibaaltjes tot je beschikking hebt. Els de Beurs reageert, ik heb 2 hondjes en ga regelmatig met ze wandelen. Ja, betere stimulans om naar buiten te gaan is er eigenlijk niet. Nee, klopt. Dan word je eigenlijk al wel een beetje gedwongen. Hè? Van ik moet toch naar buiten. Dus die mevrouw die loopt eigenlijk al regelmatig. Ja. En dan Mike Rosema. Hoe houd je dit vol? Stelt hij de vraag. Ja, dat is natuurlijk wel een ding. Discipline. Wat heb je daarvoor tip? Hoe kun je dat blijven volhouden? Ja, het volhouden, daar is dus de challenge voor. Om dat echt met z'n allen te doen. Dus door het samen te doen. Ja, stimuleer je elkaar, want je ziet, en zoals ik heb dat eigenlijk al wel, je ziet dat een ander bijvoorbeeld even weer een uurtje heeft gelopen of een uurtje heeft gefietst. Ja, dan denk je eigenlijk bij jezelf, ja, maar diegene heeft gelopen of gefietst, dat moet ik eigenlijk ook weer doen. Dus daarmee stimuleer je elkaar en door de leuke blogs van de sporters en mensen uit vitale beroepen, ja, krijg je toch een extra drive om toch te blijven bewegen. Want zij geven ook meestal een leuke kreet of zo nog mee. We hadden van de week bijvoorbeeld ook Herbert Dijkstra over de Olympische Spelen en de Tour. Nou, dat zijn gewoon wel hele mooie verhalen die gedeeld worden. Dus daardoor word je echt wel gestimuleerd om actief te blijven in de challenge. Ja, en dus dat is een beetje het competitieve probeer je dan eruit te halen bij mensen? Ja, wij gaan echt niet voor de competitie en diegene is het beste die de meeste uren traint. Nee, het gaat erom dat we heel laagdrempelig zijn en dat we mensen aan het bewegen zetten. En gewoon minimaal 30 minuten bewegen vinden wij gewoon belangrijk. Ja, en we vinden gewoon, omdat je thuis werkt, moet je eigenlijk gewoon zorgen dat je niet langer dan 2 uur in ieder geval achter je laptop zit. Dat je af en toe dus even erachter weg gaat. Creëer je eigen staarwerkplek bijvoorbeeld. Het is arbotechnisch niet zo goed, maar bijvoorbeeld zet je laptop eens op de strijkplank of op een andere verhoging. Dat je gewoon niet altijd maar zit. Nee. Nou is het zo die discipline, dat is... dat lijkt me ook best wel lastig. Ik merk het ook bijvoorbeeld aan mezelf. Ik ben daar heel slecht in. Weet je, als je eenmaal bent begonnen, dan loopt het wel. Maar het beginnen eraan. Wat kun je tegen die mensen zeggen? Hoe kun je die het beste toch aan het werk zetten? Nou, eigenlijk is het... ik denk dat het mooiste advies is. Is het advies van de artsen van Martini Ziekenhuis. Dat bewegen op dit moment gewoon zo belangrijk is voor je weerstand. Want je bouwt gewoon weerstand hiermee op. Dus je bent in ieder geval beter bestand tegen het ziek zijn. Dat is over het algemeen is dat natuurlijk al wel belangrijk. Maar in deze tijd zetten zij echt wel 10 keer een uitroepteken erachter van... blijf bewegen. Dit is zo belangrijk op dit moment. Dus zij zijn ook echt een extra stimulans voor gewoon eigenlijk... iedereen om te blijven wegen en natuurlijk een extra, eigenlijk een mooie drive ook in de challenge om dit vol te houden. Is het dan toch niet makkelijker gezegd dan gedaan met zoiets? Ja, misschien wel, maar aan de andere kant, als je ziet, als ik bijvoorbeeld een rondje omlanden doe of weer ergens anders in de buurt ga lopen of fietsen, dan kom ik op dit moment wel heel veel mensen tegen. Dus ik denk dat mensen zich echt al wel bewuster ervan zijn dat het gewoon op dit moment zo belangrijk is. Ja, nou noemde jij al hè, die blogs, en maar ook Martin Drent, die dan bijvoorbeeld meedoet. Wat betekent dat voor mensen als ze bijvoorbeeld zo'n bekende Groninger zien, dat die dat ook doet? Ja, zoals Martin Drent zelf al een beetje zei, van ik wil toch eigenlijk niet onderdoen aan de jeugd, aan de voetbalteams waaraan ik altijd training geef.
Dus hij geeft ook aan van, ik wil gewoon niet onderdoen aan een ander. Dus we gaan er ook een beetje van uit dat als we wat bekende sporters erbij hebben, uiteraard ook gewoon sporters uit de groep, ja, dat zij elkaar ook echt stimuleren om dit te blijven doen. En eigenlijk zie je ook wel in het aantal likes wat wordt gestuurd, dat eigenlijk of je nou een bekende Groninger bent of je bent het niet, ja, het inspireert toch allemaal wel. Dus ook de verhalen uit de groep worden echt actief gelezen en daar wordt ook echt actief op gereageerd. Oh, we wilden net contact zoeken met Martin, want ik dacht, nou, misschien is het wel even leuk als hij erbij bij hangt. Is het? Nee, Martin. Neem na de toon uw bericht op. Is te horen. Maar, nou, we gaan zo nog even kijken. Is net zijn rondje. Ja, misschien is hij. Nou, hij hing namelijk misschien al wel. Kijk. Rondje aanlopen. Nou, ik mag het hopen. Nou, we gaan hem gewoon live bellen. Even kijken. We zien in ieder geval hier al een foto in beeld van Martin in zijn mancave. Johan Cruijff zie ik op de achtergrond. Maar ja, volgens mij is hij net bezweet terug van zijn rondje hardlopen. Maar wat jij dus zegt is dat wel een stimulans is als nou ja, dit soort figuren, een Martin Drent, toch bij veel mensen geliefd. Als die dus ook laten zien van, hey jongens, het is goed om te bewegen. Ja, zeker weten. Nee. Ja. Is het zo, je had het al over dat hamsteren, hè? En mensen hebben een goed gevulde voorraadkast. Jij zei al, dat is best wel verleidelijk. Dat mensen dan toch even snel naar de snoeppot grijpen of de koekjes of de chips. Het wordt weer mooi weer. Een borreltje, plakje kaas, plakje worst. Is dat goed? Hoe kun je mensen daar toch tips in geven van doe het niet te veel? Als tip kunnen wij meegeven dat het eigenlijk wel belangrijk is dat je gewoon frequent blijft eten op dit moment. Dus ja, probeer daar ook een beetje je eigen tijdsindeling bijvoorbeeld in te maken. En vooral als je thuis werkt is dat natuurlijk heel verleidelijk om iets lekkers te gaan pakken. Dus probeer daar ook je eigen drive een beetje in te houden. Dus bijvoorbeeld om 9:30 neem je gewoon iets tussendoor wat gezond is. Om 12:00 ga je echt netjes lunchen. En om 3:30 nog wat tussendoor en dan richting 6:00 weer warm te eten. En natuurlijk mag je jezelf een keer te belonen, maar ja, beperk dat gewoon. Of probeer... Ja, dat gewoon voor jezelf te plannen, dat je dat bijvoorbeeld alleen op vrijdag doet, ik noem maar iets. En er zijn ook gewoon heel veel recepten die heel erg lekker zijn, maar ook heel gezond. Wat zijn nou jouw favoriete gerechten? Kun je ons meenemen naar jouw keuken? Ja, wat wij, dat is ook wel een leuk favorietje van Menke. Dat is bijvoorbeeld een mugcake. Maak je gewoon heel simpel. En dat recept staat ook in de challenge. Ben je zo mee klaar, dan heb je toch een gezond recept. En voor de rest zijn wij wel heel erg van tussendoor een beetje kwark met wat nootjes en wat fruit erbij. En ja, fruit en groenten, dat is wel eigenlijk wel een hele goede basis. Maar ook gewoon je plakje brood voor tussen de middag of als ontbijt. Ja, dat is zeker niet verkeerd. Mugcake, zei je? Ja, mugcake. Kun je eens beschrijven wat dat is? Ja, dat is dus havermout met een ei. En dat maak je dus een mixje van. En dat zet je dus in de magnetron. En dat kun je ook, zoals Menke het heel mooi zegt, daar kun je nog wel even een klodder kwark bij doen. En een beetje fruit. Nou, en dan heb je gewoon een heel leuk ontbijt. En het ziet er ook nog wel sierlijk uit. Dat kun je ook op de foto's zien in de challenge. Maar mocht je die nog willen hebben of zo, dan zouden we hem ook eventueel aan jullie kunnen geven. Dat jullie misschien nog... op de Facebook. Ja, dan kunnen we hem hier in de reacties waar mensen veel op reageren, hoor. Kunnen we hem dan nog na de stream, kunnen we hem daar nog erbij zetten? Want je kunt de stream natuurlijk, we zijn nu live, maar je kunt hem ook altijd terugkijken. En dan zullen wij dat recept, kunnen we daar gewoon tussen plakken. Dus dat komt wel goed. Ik neem nog even wat reacties door. Hier zegt bijvoorbeeld Dick Pluim reageert. Ik probeer in vorm te blijven, maar kost soms toch wel wat moeite, zegt hij. Toch het streven van 2 keer hardlopen in de week en 1 of 2 keer op de racefiets op pad. Alles solo en met hardlopen soms wat slalom. En tijdens het passeren van anderen even de adem inhouden. Ja, dat is natuurlijk nu ook wel. Hoe meer mensen naar buiten gaan om te sporten, hoe meer mensen er ook op een bepaalde kleine ruimte zijn. Hè? Heb je daar tips voor, hoe je dat toch kunt voorkomen? Ja, klopt. Het leuke is wel, Dick Pluim is ook een van de leden van de Fit Challenge. Okay. En toevallig ken ik hem ook wel een beetje als hardloper. Ja, ik vind het soms ook wel lastig hoor, want er zijn bepaalde stukken, bijvoorbeeld rondje Paterswoldse Meer, als je dat zou willen hardlopen of fietsen, daar is het soms best wel druk. Ja, wat ik zelf voornamelijk doe, is dat ik dan gewoon
proberen op een geschikt tijdstip te gaan wanneer er eigenlijk wat minder sporters, in ieder geval minder mensen bij de weg zijn. Dat kan natuurlijk niet uiteraard altijd, want je zit ook met je werktijden. Dus ja, ik zou de tip geven, ga in ieder geval vroeg op pad of proberen op een tijdstip waarvan jij denkt, dan zijn er minder mensen misschien bij de weg. Ja, en beperk gewoon de echte toeristische routes in onze provincie. Dus rondje Paterswoldsemeer zou ik wel gaan doen, maar dan echt vroeg of laat op de dag. Maar niet midden op de dag als je al weet dat er heel veel mensen zijn. En vorige week had ik het toevallig zelf ook. Toen ging ik een rondje Ollanden doen. En toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk wel terug over Maardijkje. Maar Maardijkje, ik zag in de verte dat daar al zoveel mensen de hele tijd wat heen en weer gingen. En toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon een afslag eerder nemen en dan ga ik door het veld weer terug. Ja. Dus misschien moet je zelf soms ook even eraan denken van, ja, is het handig om daar te gaan trainen? En waar is het wel handig om te trainen? Nogmaals, jullie kunnen je vragen rechtstreeks aan Erika stellen hier via de reacties onder de stream. Doe dat dus ook, want misschien kan zij wel antwoord geven op iets waar jij mee zit wat betreft beweging of fitheid. Nemen we nog even wat reacties door. Maya Aal bijvoorbeeld, die zegt ik fiets dagelijks 3 kwartier op mini fiets trainen. 3 keer per week Nordic Walking en nog 1 keer naar de supermarkt. Loopt ze dan ook nog via een omweg om aan de extra meters te komen. En 3 keer per week doet ze ook nog mee met Nederland in beweging. Nou, dit klinkt bijna als een topsporter, die Maya. Mariska Poelman, Walkfit op YouTube. Kun je binnen doen, echt super. Doe ik 2 à 3 keer per week. En Bertine Niemeyer-Hamming, die zegt, ik heb kinderen. Ja, dat ben je natuurlijk. Ja, maar daar hebben we ook een leuk variant voor. Want wij hebben al een aantal spelletjes zeg maar online gezet. Bijvoorbeeld een ganzenbord met fitness. Die we konden helaas niet vinden wie hem uiteindelijk heeft gemaakt. Maar dat was een hele mooie. En daarnaast hebben wij bijvoorbeeld ook een beweegkaart gemaakt. Dat kinderen ook worden gestimuleerd om in ieder geval 10 keer zeg maar bijvoorbeeld te gaan touwtjes springen. En daarop op dat kaartje hou je bij hoe vaak je dat dus hebt gedaan. Dus dan in allerlei andere bewegingen. Elementen staan daar ook op. Dus zo kun je kinderen toch nog stimuleren. En daarnaast hebben we nog een dobbelsteenspel ontwikkeld. En proberen we eigenlijk iedere week wel iets voor kinderen in ieder geval als tip te geven. Wat kun je als gezin doen en wat kun je doen met je kinderen om toch te blijven bewegen? Nou, ik denk dat mensen heel erg geholpen zijn. Volgens mij gaan we zo afronden en dan gaan we ze al jouw tips laten indalen. En kijken wat we daar zelf thuis mee kunnen doen. Hier ook nog een tip vanuit onze kant vanaf de redactie. Als je naar rtvnoord.nl/samenfit gaat, dan zie je daar ook allerlei vlogs. Ook manieren om thuis bezig te zijn. Ook met een stoel, zoals jij al zei, Erika. Dat is een hartstikke handig attribuut. Zie ik daarna. Dat zijn dames die daar dagelijks via Babette op Noord, het radioprogramma tussen 10 en 1, laten weten in vlogs hoe je fit kunt blijven. En eigenlijk is dit wel mooi, Erika, want jij bent ermee bezig. Nou, ik zie mensen die zeggen dat op YouTube allerlei shows staan, via rtvnoord.nl/samenfit ook. Je merkt echt een beweging van, we moeten allemaal wat meer en we kunnen nu ook allemaal wat meer aan onze fitheid doen. En laten we er het beste van maken. Ja, dat klopt helemaal. Hè. Ja, en sluit je vooral aan bij onze challenge. Want wij zijn toch eigenlijk wel uniek erin door iedereen toch een inspirerende blog en een fittip mee te geven. En uiteraard kun je dat zelf ook aanvullen door filmpjes via YouTube. En om daar bijvoorbeeld buikspieroefeningen weg te halen of een kettlebell training, noem maar op. Ja. Dus uiteraard is dat ook een leuke aanvulling. Maar het zou mooi zijn om elkaar te blijven stimuleren en het vooral dus ook samen te doen in onze challenge. Dus ik zou zeggen, sluit je gewoon aan. Het is gratis en je wordt elke dag voorzien voor leuke tips en leuke blogs. En straks als de coronacrisis voorbij is, want dat gaat gebeuren. Het is nog nooit zo donker west. Of het wordt altijd wel weer licht, zong Ede Staal natuurlijk. Maar, en dan is het ook gewoon een kwestie van blijf dit doorzetten. Hè? Nou, dat hebben we eigenlijk. Wij hebben natuurlijk onze eigen werk nog. Dus als adviseur bij Unive krijg ik in ieder geval op dit moment tijd om hier gewoon heel veel tijd ook aan te spenderen. Om de blogs te maken. En leuke fittips op te stellen. En Menk heeft natuurlijk haar eigen bedrijf nog Leef Fit. Dus we willen de challenge op zich wel in stand houden. Alleen zullen we niet elke dag meer een fittip in een blog kunnen doen. Maar dat kost gewoon eigenlijk best wel wat tijd. Dus wij hopen dat uiteraard de corona, in ieder geval de ziekte, zo snel mogelijk weer uit de wereld is. En dan willen wij ook stoppen met deze challenge. Uiteraard willen we de groep wel intact houden. Alleen kunnen wij ze niet gewoon elke dag meer voorzien van tips.
Nee. Maar we gaan er dan ook vanuit dat je wat meer tijd weer zelf hebt. En dat je dan ook weer wordt gestimuleerd door je sportvereniging bijvoorbeeld. En wat jij al zei, doe het samen. Erika, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw tijd en voor jouw tips. Fijne dag nog. En wie weet dat we elkaar over een tijdje weer spreken, zodra het allemaal voorbij is. Ik wil ook graag iedereen thuis bedanken. Ik weet niet waar jullie allemaal hebben gekeken, dat kan natuurlijk overal. Maar in ieder geval allemaal bedankt voor het kijken, voor het insturen van je reacties. En zoals Erika al zei, blijf fit. Het is hartstikke makkelijk. Doe het ook met elkaar. En dan komt het allemaal goed. Nogmaals, dank voor het kijken en tot volgende keer. Dit was hem vanaf de redactie. Hoi!